Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de wolkenfoto veel wolken boven ons land. Het komt allemaal vanuit het zuidwesten, dus voorlopig is het nog bewolkt. Met vanochtend van tijd tot tijd regen of motregen. Het is niet koud met 10 tot 12 graden. En de wind waait vanuit het zuidwesten is matig boven land, kracht 3. Aan zee waait de wind soms vrij krachtig. Vanmiddag is het in het westen droog. In het oosten kan nog een enkele bui vallen. En later is in het westen misschien even de zon te zien. Het wordt 13 tot 16 graden en de wind trekt boven land iets aan. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. In het oosten valt misschien nog een enkele bui. Morgen zien we ook veel wolken. In de ochtend is het droog, maar in de loop van de dag gaat het van het zuidwesten uitregenen. En de meeste regen verwacht ik in het zuidoosten van het land. Maar met 14 tot 18 graden is het niet koud. Maandag, dinsdag en woensdag, dan verandert het wel. Wat de temperatuur betreft, het wordt erg koud met hooguit 9 tot 12 graden. Er waait een frisse wind vanuit het noordwesten. Op Koningsdag blijft het overdag waarschijnlijk droog, alleen in het oosten valt een enkele bui. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.